Een hele goede morgen voor iedereen die eventueel al aanwezig is of zo live komt. Ik ga heel even kijken of dat alles klopt, of ik inderdaad mezelf ga zien. Op mijn iPad heb ik die verbinding dan weer niet oké. Hier misschien wel. Even kijken. Ja, ik zie mezelf. Altijd weer raar. En hier moet mijn geluid even uit. Hoor ik. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan. Een echtgenoot aan het cleaneren hier achter, hoor ik. Oh. Mocht je kijken, doe even een duimpje of zeg even goedemorgen. Hè? Degene die tegen mij iets zeggen op de opmerkingen, die maken altijd kans op een kaartje. Even dit sluiten. Goedemorgen, Sylvia. Nou, ja, de poll gewonnen door Beauty of Friendship vanmorgen. Dus daar gaan we mee aan de slag. En de Dragonfly kan aan de kant. Die ga ik even ergens anders neerleggen. Het was nog een spannende, want de Dragonfly card stond van de week nog voor. Ik neem even een slok koffie ondertussen. En dan gaan we gewoon lekker rustig gaan beginnen. Met een simpel kaartje. Zoals altijd op zondagochtend. Zeg, de die set die zit er namelijk bij. Die leg ik even aan de kant. En ik wilde eigenlijk zomerse kaartjes maken met deze bomen. Ik ben altijd geneigd als ik bomenkaartjes maak om... wat voor kaartjes? Om rouwkaartjes te maken. Of sterftekaartjes of dat soort dingen. En eigenlijk wil ik nu een keertje gewoon vrolijke kaartjes maken met deze bomen. En ik ben natuurlijk gek op bomen, want ik ben van den boom. Daarom heet mijn atelier ook Paper Tree. Papier en boom. Dus het is, ik vind het echt enorm leuk. Ik ga eerst dus een notekaartje maken. En ik had bij Pip Tot, Queen Pip, laatst, die had ook deze set een tijdje terug al gebruikt. En die had echt iets heel grappigs gedaan. Met, die, met deze. En die ga ik nu dus ook even doen. Maar dan simpel. Ik ga wel stempelen op een gewoon wit opkaartje. Die ga ik gewoon opleggen dan. Goedemorgen Maya. En we gaan verschillende kleuren gebruiken. Ik ben nou eenmaal verliefd op Polished Pink. Ik hoop dat de Granny Apple Green het nog doet. Want die was leeg. Die had ik eigenlijk moeten bijvullen. En Pacific Point. Ik pak gewoon vier hele vrolijke... Ik weet niet of ze er allemaal op kunnen. Misschien moet ik gewoon een kaartje zo maken. Passen ze zo naast elkaar, denk ik. Zo. Nee, misschien wel gewoon zo. We gaan gewoon kijken. Ik ga de eerste stempelen. In Polished Pink. Kijk, want als je dat struikje op zijn kop stempelt, krijg je een hartje. Geweldig, toch? Ik vond dat zo grappig toen, toen ik dat zag. Ze gaan gewoon, ik hoop drie hartjes op een rij zetten. Ik hoop dat het past. Dan moet ik er nu eentje hieronder en dan kan er daar nog eentje naast. Ik doe er eentje zo, daar. Dan ga ik vooraan. Granny Apple Green. Die moet eigenlijk een beetje nagevuld worden. Maar goed. Goedemorgen Margreet. Ik ga voor blauw.
grappig, toch? Zien jullie er ook een hartje in? Ik wel. Wat ik zeg, niet mijn idee, maar wel erg gaaf. Dan gaan we voor een tekst kijken. Deze, denk ik. Dit is de Nederlandse, nieuwe Nederlandse set met een knipoog. Maar ik heb natuurlijk ook, zal ik die al gebruiken, de nieuwe hostess set binnen. Ook zo leuk. Nee, die zetten we nog even aan de kant. Samen sterk. Misschien moeten we gewoon een dikke kus door de brievenbus erop doen. Dat doen we. Dikke kus door de brievenbus. Waar zit die? Ja. Hier zo. Nou. Kan toch wel met hartjes. Want de teksten die hierop zijn is... Hello zou kunnen. Nee. Doe gewoon een dikke kus door de brievenbus. En zak dat op een stukje... Ja. En dat doe ik dan wel met koosstukken binnen. We maken er gewoon een hele vrolijke kaart van. Die doen we hier. Zo. Deze even opruimen. Die even. Nee, die heb ik zo nog nodig. Dan snij ik dit gewoon even af. Niks bijzonders, gewoon zo. Misschien iets te groot nog, of iets kleiner nog. Waarom gaan we nou scheef in henen, van mijn gevoel? We gaan scheef. We zijn een beetje scheef. Ik denk dat hij niet recht gelegen heeft. Zo dan. En dan doen we gewoon even het randje. Dat vind ik dan te wit, hè. Zo door het... En dan plakken we deze erop. Heb ik nog iets van een touwtje in zo'n kleurtje? Wat misschien grappig is om er... Nee, doen we niet. We maken het simpel en we houden het simpel. Even zo recht mogelijk. Dikke kus door de brievenbus. En die doen we gewoon zo direct op dit kaartje. Wat heb ik daar nou weer voor vlek zitten? Weg. Goedemorgen, Annelies. Zo doen we hem dan. En ook deze zet ik vast met dimensionals. Dat vind ik wel zo mooi. Ik heb gelukkig weer grote binnen. Ik was er echt doorheen. Van de week... Ja. En dan doen we deze hierop plakken. En dat is dan de eerste al. Ik vind dat zo grappig gevonden dat je daar een hartje van kan maken. Goedemorgen, Jannie. Grappig, toch?
zei, ik wilde hem echt vrolijk gebruiken deze keer. Dus dat ga ik ook echt doen. Maar ik ga ook proberen mijn werkplek iets opgeruimder te houden dan normaal. Dat gaat vast niet lukken, maar oké. We gaan ons best doen. Ik heb nog een stukje wit nodig, denk ik dan. Dus dat is de eerste. Die leggen we even aan de kant. Even kijken hoor. Of ik ergens nog wat anders heb. En er zit natuurlijk ook van dat prachtige papier bij. Zoals dit. En als we dan een kaart maken. Even kijken hoor. Dit is dun. Dan kan het natuurlijk heel simpel al. Ik snij even een kaart af op 10,5. Heb ik dat nou goed gedaan? Voor mijn gevoel is die breder. Ja, hij is 11. Dat is vreemd. Hier is mijn bankfolder. Kijk, zo. En als we hem vrolijker willen maken, dan kunnen we misschien wel... Nee, dan moet deze smaller. Of we doen alleen zo'n strookje, zo'n rijtje. Ja. Dat gaan we doen. Zo, en dan dit er zo onder, denk ik. En dan doen we daarboven nog wat bomen stempelen. Denk ik. Even kijken, heb ik nog gewoon wit liggen. Ik heb alleen maar fik liggen hier zo nu. Momentje hoor. Het is een beetje chaos hier zo. Dit is het fik. Dit is basic white. Toch de goede te pakken. Ja. Ik ga hier dus gewoon wat vrolijke bomen opstempelen. Dus ik weet ook niet of ik dat papier ga gebruiken, maar goed. Deze, die hartjes. Ja, dat is gewoon maar een stempel. Deze is dat, van de bomen. Die. Als je die op zijn kop stempelt, is het een hartje. Wist ik ook niet hoor. Dankzij Queen Pip. Pip. Totman is dat volgens mij, als ik het goed zeg. Daar heb ik het voor het eerst gezien. Zo grappig. Oké, dan gaan we de boom natuurlijk wel in bruin stempelen. Dat is natuurlijk niet mijn ding, maar oké. En een boom in donkerbruin stempelen. Goedemorgen, Gerda. Goedemorgen, Mario. Nou, je kan het begin altijd terugkijken. Even kijken. We gaan, ik moet even een kaartje snijden. Op maat trouwens. Bedenk ik mijn ene. Dat is misschien wel handig. 14,3. Ik denk dat ik deze toch op 10,5 af ga snijden. Ik was gewoon niet wakker vanmorgen, denk ik. En misschien is het dan ook grappig om hem door de helft te doen. Dus dan haal ik er nog even 7 centimeter af. Jeetje, wat ben ik aan het... Ja. Zo. Maken we... Zo'n kaartje heb ik al vaker gemaakt. Hè? Zo'n simpele kaart van. Zo. Dan hadden we dit eraf gesneden. En dan denk ik dat ik die dingen in het groen doe. En dan kan deze erachter. Ja. Dus dan doen we deze weer op 7. Misschien dat ik hem groter moet maken. Ik moet hem alleen iets korter maken. Dit zal 10 zijn. 9,5. Zo, ja.
Dat is dat. Die komt er dan onder. En dan gaan we nog wel een boom stempelen. Die gaan we er gewoon opzetten natuurlijk. Zo. Dat is die. Dan gaan we met de kleine. Deze. Doe eerst deze. En dan doen we. Even kijken hoor. Die. Met garden green ga ik dat samen doen, denk ik. Of is er nog een. Even kijken hoor. Het is er nog feller. In ieder geval ook. Oh nee, dat is gewoon roze. Deze erop in garden green. Zo. En dan zitten er van die stipjes, sterretjes, zonnetjes. Ik weet niet, het zijn denk ik eerder is het sneeuw. Maar ik denk dat het gewoon roze bessen zijn. Of rode bessen. Nee, we doen roze. We maken het lekker zomers. Kijk. Zo gewoon. Het hoeft niet altijd sneeuw te zijn. Bloesem is het. Het zijn bloemen in de boom. Toch? Kan prima. Dan denk ik dat ik dit even een beetje uit ga knippen. Of ga ik hem gewoon kleiner maken. En dan, nee, ik ga hem uitknippen. Geen idee of dat het wordt, dames. Maar even iets voor jezelf doen. Er zitten natuurlijk dies bij. Maar soms dit, er is geen die bij om die hele boom uit te knippen. Alleen om dat kroontje uit te knippen in de boom. Ik vind het wel leuk als de boom er doorheen schijnt. Dus ik knip gewoon zo rond de kroon een beetje in. Zo langs de stam. Zo. Kijk, dan kan die mooi hierop. Die ging erachter. Ik vind dit erg wit, dus daar gaan we ook even wat aan doen. Dat gaan we natuurlijk met zo'n. Met die of met die aan. Met deze doen. Dan pakken we. Heel licht groen voor. Dus dan gaan we voor soft seafoam. Maar je kan het ook gaan voor. Ik ga toch voor Granny Apple Green. En dan een keertje afstempelen. En dan gewoon het randje zo volstempelen. Had ik al afgestempeld? Nee. Zo grappig dat ik op deze manier denk. Oh, dat wordt het volgende kaartje. Kijken of dat die nou een beetje dekt. Ja. Dan moeten we natuurlijk nog tekst hebben. Hyper de piep, hoera wil ik. Maar ik wil niet meer dat niet meer zo heel erg piep ertussen. Dus dan doen we deze even stempelen op een stukje wit. Dan moet ik niet die pakken, want die hadden we nog nodig. Hier past die op. Een blokje pakken. Het is hier nu nog heel mooi weer. Het heeft gisteren echt heel hard geregend. Hoe is het bij jullie?
Even kijken. Dan gaan we dit in reepjes snijden. Dan even alles los snijden. Ik kan natuurlijk ook knippen, maar ik kan niet recht knippen. Ik kan ook niet recht stempelen, zie ik nu. Misschien kan ik toch beter knippen. Niet recht gestempeld. Knip het gewoon allemaal los van elkaar. Knip er losse woordjes van. Zo. Hyper de piep. Voor degene die het van de week gezien hebben, onze kuikens doet het nog steeds goed. Oh, op de kom. Ja, ook overal mooi. Stiften kan ook. Maar ik dacht, ik doe het nu een keertje zo. Dan doen we hier hyper de piep. En dan doen we hoera op de kaart aan de binnenkant. Jij zit lekker op de camping, Sylvia. Gewoon vakantie of vaste plek? Hier bij de piep, hoera, komt dan daar. Niet zo heel erg piep, dat kan weg. Net als dit. Zo. Ik denk, waar is mijn piep nou gebleven? Bij jullie ook nog lekker? Ja, heerlijk. Ik heb toch meer met dit weer dan met dat vieze weer, hoor. Dan denk ik dat ik zo wat embellishments hierop ga zetten. Ja, dan gaan we hem in elkaar zetten, hè. Misschien hier dat randje straks nog even. Hier dat randje nog even. Zullen we dat ook nog doen? Even kijken. Zullen we zo een randje nog doen? Deze komt. Hier dus ongeveer. Ja. Ik ga toch ook dat randje nog even een beetje doen. Nee, doe ik niet. Want dat wordt veel te druk. Oké, nou. Genoeg gewabbeld. Alleen maar wabbelen. Daar is nou mijn lijn. Hier zo dus. Oh, heerlijk. Ja. Ik pak natuurlijk net de lijn die leeg is. Of die verstopt zit. Nee, hij is leeg, denk ik. Nooit echt helemaal leeg, hè? Deze komt hierop. Vast. Het is toch wel erg wit die achterkant. Ja, goed. Soms is het er gewoon ook echt een kwestie van leeg laten. Hij is echt op, jongens. Nou, kijk.
kijken of dat het zo blijft plakken. Ik denk het eigenlijk wel. Wacht, dan moet een stuk die kant op. Zie ik nu. Dan blijft hij nooit netjes plakken, want ik heb niet genoeg gelijmd. Ik pak even snel een andere. Dan heb ik een workshop gehad, dus dan... Zo. Dan doen we de boom hier. Die doen we met dimensionals. Niet te hoog, Barbara, want daar komt er iets overheen. We hebben ook nog kleintjes. Doe er een leuk blaadje achter. Oh, hierachter. Ik weet niet of dat die in die set zit. Ik zal eens kijken wat ik allemaal heb erin. Zo. Ik ga eerst dit, want anders ben ik dat zo kwijt. Niet op zijn kop. Hier nog een dimensional op. Bedenk me net als ik hier rode vruchten had gedaan. Nou ja, dat kan eigenlijk zo ook wel. Dan had het een mannenkaart kunnen zijn. Kan zo ook wel, toch? En waarom ga ik hier nou een witte inlegkaart op leggen? Dat hoeft helemaal niet. Ja, het is wel mooier, vind ik. Misschien gewoon een groene. Ook. Zeven was dat geworden. Hier doen we hoera oplijmen. Goedemorgen, Gina. Pak automatisch de verkeerde weer. Die was leeg. En een leuk blaadje erachter, dat heb ik niet. Misschien moet ik gewoon deze gebruiken erachter. Zo. Deze is schoon. Ja, wit is wel lekker fris, hè? Zie je, ja, soms moet ik dingen gewoon wit laten. Ja, anders wordt het gewoon weer veel te... Soms zijn dingen gewoon te veel. En eigenlijk was ik daar altijd wel heel erg oké mee. Dingen wit laten. Ik ga hem even hier aan gelijk leggen. In mijn handen. En dan doe ik hem dicht. Dan doe ik hem aan. En dan zit hij precies erachter. Hyper de piep, hoera. Dus dat is deze. Dus dat is nummer 2. Voor degenen die later ingeschakeld zijn. Dit was nummer 1. En dit is nummer 2. Dan gaan we natuurlijk, kunnen we natuurlijk toch niet buiten deze. Dit is natuurlijk toch echt geweldig. De die set. Het is niet simpel meer. Maar dat maakt niet uit. Simpel genoeg, hè. Vanochtend. Ja, ondertussen natuurlijk ook al goed bezig met mijn nieuwe bestelling uit de wintercatalogus. Maar ik heb het gevoel dat we nog enorm veel missen uit de jaarcatalogus anders.
Zijn er hier demonstratrices die zeggen, oh, dat is echt een leuke set uit de winter? Of heeft niemand nog ideeën? Even kijken. Dan gaan we met die en die wat doen. Maar ik zit even te denken wat we dan gaan doen. Kan in ieder geval... Nee. Ik ga even een stukje bruin halen om de boom uit te halen. En de dingen ga ik hier uithalen. De kroontop. En dat ga ik met verschillende kleuren doen. Maar wel zomerse kleuren. Ik heb echt een lok. En even snel wat opruimen, ja. Een slok koffie, anders is hij koud. Kan die aan de kant. Ik laat mijn frisse zomerse kleuren allemaal even liggen. Deze was echt leeg. Die kan weg. Het enige bruin wat ik een beetje kan handelen. Early espresso, hè. Ik ga even voor de boom papier pakken. En dat pak ik hieruit. Dat is van de Inco Taste serie. Ga ik even nog een kleiner stukje hebben dan dit. Nog wat scrap heb. Hier misschien nog wat scrap in. Hier, kijk eens aan. Deze is iets lichter, die vind ik mooier. Pop-up-kaart. Oeh, hemel. Ja, dat is ook wel heel erg gaaf. Dat je hem open doet en dat je die boom omhoog schiet. Ik wil even denken hoe ik dat ook alweer ga doen. Zo uit mijn hoofd, zonder dat ik daar de begeleiding bij heb. Die is te klein, zie ik nu. Tuurlijk is dat te klein. Ik ga eerst de boom maar eens even stansen. Die haal ik dan nu toch maar hieruit. Zo. En dan ga ik heel even wat achter doen natuurlijk. Heb ik hier ook niet meer liggen. Even snel een velletje adhesief pakken. Zo. Knip ik. Dat doe ik nooit met mijn goede snaar. Dat doe ik altijd met zo'n prutschaartje van de Action. Want anders plakt alles aan mijn goede schaar vast. Goedemorgen, Thea. Dit aan de kant. Deze plakken we hierop. Nou, niet op deze kant, maar op deze kant natuurlijk. Zo. Het is eigenlijk iets te veel, maar er maar niet uit. Dat randje eraf knippen. Ik probeer ondertussen even de berichten terug te lezen. Die hier. Nou, dan gaan we deze door de stansmachine halen. Hij past ook door de
kleiner, zie ik nu. Goed, deze heb ik hier nou al liggen. Maar goed, de nieuwe catalogus uit. Iemand al een idee wat ze het leukst vinden? Heeft iemand, weet iedereen die een catalogus krijgt? Is er iemand die een catalogus zou willen? Dan is het handig om mij even een berichtje te sturen. Want dan stuur ik hem kosteloos naar je op. Gewoon alleen de catalogus. Zonder al te veel poespas. Dit is ook al gaaf om te gebruiken. Dat gaan we ook bewaren. Gaan we misschien aan de voorkant zoeken. Dit opdoen. En misschien doen we geen pup-up. Ik moet even denken wat ik nou ga doen. Andersom. En we zijn ook druk bezig met de 5 keer anders. Ondertussen. Even kijken. Ik ga er voor de kroon hier iets mee doen. Deze. En dan ga ik dit. Met verschillende kleuren doen, denk ik. Even kijken hoor. Beetje een fantasieboom. Pak even een kwast. Dit is de kleinste en die heb ik niet nodig. Deze. Dit is de grotere. Oeh, wat ook gaaf is, is met babydoekjes. Dat hebben we laatst ook gedaan. Met. Nee, ik ga het anders doen. Waar is mijn blok? Grote. Deze. Ja. Heb ik 2 kleuren op mijn blok zitten. Geen idee of dat dit wat wordt, maar goed. Dan doe ik hier even wat blauw nog op. En dan gaan we gewoon... Dit wordt bruin, zie ik nu al. Denk ik. Ja. Zie je? Nee. Dat wordt hem niet. Mijn blok schoon maken. Of scheerschaam. Ja, dat heb ik niet zo heel snel bij de hand. Babydoekjes wel, dus die ga ik even pakken. Tenminste, dat dacht ik dat ik die heel dicht bij de hand had. We hebben daar laatst mee gewerkt. Oh jongens, ik hoop dat jullie tijd hebben vanochtend. Even kijken, babydoekjes hier zo. En ik had Granny Apple Green Inkt binnen van de week. Zo. Nou even 2 doekjes. Dubbel vouwen hier. Zo. Granny Apple Green Inkt hebben we nodig dan. Polished Pink vind ik ook grappig er doorheen. Welke kleur heb ik nog meer? Die ik zo leuk vind. Ik vind dat blauw toch ook wel grappig erbij. Ja. Doe het zo. En een druppeltjes blauw.
Doe ik aan de buitenkant nog wat groen. Nou heb ik natuurlijk alleen geen stempel om erin te dopen. Dan kan ik natuurlijk die erin dopen en het dan. Maar het is misschien toch ook wel grappig om gewoon deze te gebruiken. En die gewoon groot te stempelen. Een paar keer. Wel andersom, Barbara. Knie, sorry, daarop letten. Even mijn mal erbij pakken. Ik ben nog niet groot genoeg. Nou wel, denk ik. Echt geen wit zien op mijn kaart. Zo ja. Dit kunnen we zo nog wel een keertje gebruiken, denk ik. Dat is voor misschien wel. Hier doe ik geen adhesive tape achter, want ik wil dit eigenlijk laten verdikken. En hier zitten nog wel genoeg stukjes tussen waarbij dat kan. Pak ik de grote vriend er weer bij, zou Margreet zeggen. Draaien we hem er doorheen. Zo. Dan is altijd afwachten wat het effect hiervan is. Heel benieuwd. Nou, dat is best grappig. Ja, dat blauw is natuurlijk een beetje... Even schoonmaken. Zo. Deze komt dan hierop. En misschien is het dan wel grappig om... groene achterkant erbij te hebben. Of is dat dan weer te... Is wel lekker fris. We gaan er in ieder geval uithalen. Ik kan hem er beter nu uithalen dan straks. Straks kan het niet meer. Of een blauwe. Alsof je door de boom heen kijkt. Een blauwe. Noemen we dan Pacific of... Deze. Palmy Blue. Een van de twee. Ik denk Palmy Blue. Dat dat leuker is. Ja. Nou, die draai ik even snel uit de machine. Jullie snappen wat ik aan het doen ben, denk ik. Deze. Die kan hier weer terug. Moeten er natuurlijk ook nog vogeltjes in de boom. Even kijken welke kleur we die doen dan.
Ze hebben een paar rode vogeltjes in de boom doen. Ik ga niet zeggen bruin, want dat is wel heel erg vreemd. Wat heb ik hier nog meer voor kleuren liggen? Even een stukje scrap pakken uit de bruidspak. Ja. Ja, dat blauw erachter is wel mooier. Zo. Dan heeft hij iets meer, dan krijgt hij iets meer. Noem dat? Pitch. Dat zijn rode vogeltjes, nee. Groene vogeltjes, roze vogeltjes, nee. Gele vogeltjes zou ik zeggen. Ja, we maken er gewoon een soort kanariepietjes van. Die kunnen dan even. Dan weet ik nog steeds niet wat voor kaart ik ga maken. De pop-up kaart. De vogeltjes kunnen terug. Die komen daarop. Die moet hier even weg, want die is drijfnat nou. Dat is niet echt handig. Even alle troep weer uit het zicht. Ik ga in ieder geval vast de boom. Nou, nog bedenken wat we ermee gaan doen. Dat aan de kant. Ik ga in ieder geval beginnen met een stuk thick Whisper White. Als ik dat nog kan vinden, hier zo. En dan misschien wel een. Oh, mijn man heeft de dingers weer gevonden. De bladblazen weer gevonden. Ik weet niet meer hoe ik die maakte. Ja. Ja. Ik heb een kaart nu gesneden van 14,8. En die ga ik even kijken hoor. 10,5. Ik weet niet waar ik hem dan op moet dubbelvouwen. Ik wil hem dubbelvouwen zo en dan deze een sluiting maken. Ja, elder 5 keer anders van de afgelopen keer. Maar ik ben vergeten hoe ik die maakte. Oh, wat een muts ben ik ook. Wat dan nu te bedenken. Ja, doe je goed, Barbara. Even kijken hoor, ik moet hem even op maat snijden. 10,5 is 21. Dus volgens mij moet ik hem dan op 21 afsnijden. Ja. En dan. Even kijken, de helft van 10,5 is 5 en 2 nog wat. Ik ben enorm in mezelf aan het mummelen. Gaan jullie alsjeblieft wat voor jezelf doen. Doen we deze zo. 5, 1, 2 en een beetje deze zo. Komen we dan bij elkaar. Ja. Dan heb ik nog een vierkant nodig. Dat kan dit zijn. 2 eigenlijk. Van. Nee, doe maar 8. Denk, hoe breed is dit? Maak dit maar gewoon de breedte. 8,
Die 8, die zo. En daar heb ik er nog één van nodig, denk ik. Of zal ik een blauwe nemen? Ook een blauwe. Nee, want ik heb de achterkant van de boom is blauw. Dus dit doen we niet. Een groene daarachter. Achter dit alles een groene. Wordt wel heel erg kleurig, denk ik allemaal. Oh, maar het kan wel. Ja. Steeds doen we ook 8. En wat zei ik nou? 8,7. Altijd wel rommelig op de zondagochtend. Maar vandaag span ik wel de kroon, heb ik het idee. Maar goed. We moeten het ook gewoon simpel houden, hè? Eigenlijk. Ja. Even kijken. Dan is het misschien ook wel grappig als we hier designpapier op plakken. Kijken of ik nog wat rustig zet. Wat daarop kan. Even mijn papier pakken. Het ligt hier ergens helemaal onder. Op dit moment. En of er ook nog iets zomers is. Want ik vind het allemaal wel een beetje herfst-winterachtige kleuren. Zelfs dit. Nou, dit is al helemaal niet aan mij besteed. Dat weten jullie, hè? Dit zou ook wel heel gaaf zijn aan de zijkanten. Die gaan we even weg. Allemaal prachtig, maar niet voor nu. En die hadden we al gehad. Ik ga voor de luchten. Heb ik dan toch meer mee? Deze. Even meten. Is 2 inch. Ik doe even inches, even sneller. Die heb ik nou toevallig in mijn handen bij 5. 5 achtste. Nee, 2. Ga je er weer? Top. Zo. Die 14,3 is dat natuurlijk dan. Ja, niet zo simpel meer. Nee, ja, zie je. Zondagochtend moet ik het eigenlijk gewoon simpel houden, hè. Simpel beginnen, simpel houden. Maar ja, soms is dit gewoon leuk. Waar is nou mijn boomfolder? Ik had opgeruimd net. Dan pak ik mijn liniaaltje eventjes. Hey. Dan hoop ik dat hij snapte dat ik echt nog niet klaar ben. Hij is in staat om de bladblazer nou aan te zetten. Oh, ik heb nog zo'n groene nodig, volgens mij. Of een witte. Een witte heb ik nodig. Nog een keertje zo. Ik weet het. Zo langzamerhand komt het weer boven. Hoe je dit kaartje ook alweer maakt, hè. Terwijl ik een soort paniek aan het spelen ben hier. Acht is het meer. Zo. En die scoren we op 3,4,3. Dus je maakt twee dingen en je doet ze door de midden vouwen. Zo eigenlijk
twee vierkantjes, net zo groot van elkaar. Die vouw je door de midden. Het is natuurlijk ook leuk als jullie gewoon weten wat je moet doen. Straks. Zo. Die plakken we zo op, op dat vierkant hier. En deze kant plakken we op die andere vierkant. Die heb ik nou niet meer natuurlijk. Op een witte vierkant. Zo. Ja. Zo langzamerhand komt het allemaal weer terug. Zo, deze erop. Nou, nog een witte die daar dan weer op kan. Heb ik dat nog? Nog eens een witte. Heb ik nog iets anders wat daarop kan anders? Dus ik moet weer witte aansnijden. Pak wel een stukje blauw. Dat heb ik ook nog liggen hier. Ja. Het is natuurlijk handiger als je gewoon uitgaat van een makkelijkere maat dan 8, nog wat bij 8,8. Bij 8 had ook gewoon mooi geweest, denk ik. Ik snij ondertussen zo'n stukje wit, blauw nog even af. Die komt namelijk op deze kant. Het is niet de bedoeling dat die vastgeplakt zit. En dan kan die namelijk hier in als het goed is, hoop ik. En dan blijft die gewoon dicht zitten. Dat was de bedoeling. Zoiets in ieder geval. Dan plakken we de boom hier zo op. Dan hebben we er een schuifkaart van gemaakt. Deze nog even af. Die plakken we hierop. Deze kunnen we nou natuurlijk niet helemaal loshalen van dat spul. Dat is dan wel weer jammer. Maar goed. Even mijn. Maar goed, ik had ook niet gezien dat ik dit zou kunnen lijmen. Maar ja. Hier nog af, kom. Ik ga het er nog even op zitten, omdat ik wil weten waar mijn boom ongeveer uitkomt. Zoiets, denk ik. Dan hebben we dit eraf.
En deze doen we er dan op met dimensionals. Nou, degene die deze week wint, die wint dit kaartje. En ik stuur gelijk de uitleg van de 5 keer anders erbij. Van Alice. Ik weet het een aantal van jullie die al hebben, maar... Nog eentje hier. Met de teken Pictool weer eraf. Deze erop. Ja, daar worden we toch wel een beetje zen van, toch? Zo. En nog een tekst erop. En dan gaan we voor niks moet, niks en mag. Dat is wel een leuke. Wij zijn nog lang niet uitgelachen voor de beste vriendin. Volg je hart, dat klopt altijd. Dat is ook nog wel een grappige. Hadden we nog meer? Of alleen maar gewoon simpel hello. Vind ik ook altijd een leuke. Maar dan kan ik hem beter uit de Big Bush halen, denk ik. Loslaten, los veel op. Toch even kijken op die nieuwe. In je eigen woorden. Zo grappig is die natuurlijk, hè? Maak er een mooie dag van. Dat vind ik eigenlijk wel een hele leuke. Kan namelijk naar iedereen gestuurd worden. En dat doen we dan hier op een rondkaartje. En dat doen we natuurlijk gewoon. Kijk, hier zit nog allemaal inkt op. Even kijken hoe dat wordt. Ja, dat is gaaf. Even schoon. Dan kan je altijd een beetje kijken welke kleuren je wil. Dat je wel alle kleuren op je kaartje hebt. Zo. En dan halen we die uit een pons. Dat is te groot. Maar die kunnen we kleiner maken natuurlijk. Nee, dat is te veel. Dat vind ik niet leuk. Dat is ook niet mooi. Even kijken welke... Het moet eigenlijk gewoon een ronde zijn. Zit het niet meer in de collectie, maar wel nog aanwezig. Zullen we hem hier aan vast? Maar nee, ik draak hem hier aan vast. Dat is leuk. Hier vind ik hem leuker eigenlijk. Nee, doe hem daar aan vast. Met een dimensional. En die doe ik hierop, want dan weet ik zeker dat die goed zit. Zo. Wat een bevalling zeg, maar het is gelukt. Dank jullie wel. Oh, de vogeltjes moeten er nog op. Ach, ik vergeet mijn vogeltjes. Die heb ik niet voor niks uitgeknipt. Even kijken. De mini.
Even eentje hier. En eentje hier. Zo. Nou is hij helemaal af. Dus dat is deze. En we hadden natuurlijk die en die. En we zijn al een uur bezig. Dus we zijn inmiddels al dik klaar, denk ik. Zo. Dat zijn ze geworden. En deze is natuurlijk aan de binnenkant groen. Zijn wel weer leuk, of niet? Ja, Jannie, ik heb daar wel een uitleg voor. Die stond in de 5 keer anders van de afgelopen maand. En als je mij je mailadres stuurt, dan zorg ik dat je die toegestuurd krijgt. Want als afgelopen maand was die gratis en normaal gesproken niet. Maar nu wel. Dus ik kan het zo naar je toesturen, het hele pakket. Even een mailtje sturen, dan komt het goed. Even je mailadres, dan zorg ik dat het allemaal jouw kant op komt. Volgende week, wat gaan we volgende week doen? Ik had er al heel hard over na zitten denken. Het is natuurlijk bijna vakantie, dus ik dacht, ik heb een nieuwe stempelset met die wel met vakantie te maken heeft. Sweet Farewell. Die kan. En als ik te denken wat er verder nog naast kan, omdat we natuurlijk... dan moet ik ook even kijken wat nu nog collectie is. En nog niet in de volgende staat. Oh ja, misschien gaan we wel gewoon met Count on Me aan de slag. Die vind ik ook nog zo grappig. Zullen we het zo doen? Gaan we zo. Oh ja, en we moeten natuurlijk nog een loodje trekken. God, vergeet ik ook nog. Iedereen zit natuurlijk te wachten op het loodje. Pak ik toch mijn papiertje weer even uit. Papierbak. Dan gaan we even kijken wie deze week de... Want misschien win je er wel, Jannie. En dan krijg je sowieso de dingen toegestuurd. Oh, moet niet mijn muis op de grond gooien. Zo. Chaos alom vanmorgen. God, wat ben ik toe aan een kop koffie. Nou ben ik alles kwijt. Denk ik. Dus ik hoop dat ik alle namen nog heb. Mijn muis viel op de grond en vervolgens ging mijn blad weg. Dat is een beetje zonde. En nou doet mijn computer het niet. Dus ik zie de laatste opmerkingen niet. Ik weet niet eens of er iemand nog aan het kijken is. Even opnieuw. Kom nou. En jongens, ik geloof niet dat dit nog gaat werken. Ik ga strakjes de namen opschrijven. Dat ga ik filmen, dat ik alle namen heb. En dan doe ik straks even een filmpje online zetten in deze groep. Om te laten zien wie ik getrokken heb. Dus ik film het hele proces. En dan, maar ik kom niet meer in mijn computer. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar ik kan de namen niet nakijken. Excuus. Dus ik lees straks de commentaren verder. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag verder. Ik hoop dat we dat mooie weer houden. Want ik heb heel veel was liggen. Mijn pubers hebben de kamers opgeruimd. En ja, dan heb ik altijd heel veel was. Dus dan kan het lekker naar buiten en dan is het lekker snel droog. Fijne zondag verder en tot volgende week. Bedankt voor het kijken.